Sinds het verschijnen van het beroemde boek A Christmas Carol is de hoofdpersoon Scrooge op velelei manieren af- en uitgebeeld. Maar hoe Charles Dickens zichzelf de Frack voorstelde, is alleen te zien in de eerste editie van het boek. Deze verscheen in 1843 en was door Dickens zelf met zorg samengesteld. Dickens liet de boeken door zijn vriend, tekenaar en karikaturist John Leech illustreren. Ze bevatten met de hand ingekleurde afbeeldingen. Binnen 5 dagen waren al 6000 exemplaren van verkocht. Het boek was een groot succes en tegen 1844 waren alle 7 drukken uitverkocht. Dickens publiceerde ook een goedkopere versie van het boek met houtsneden illustraties. Deze waren zwart-wit.